De bestuursdienst van Marowijnen Zuidwest is begonnen met het distribueren van voedingspakketten aan de samenleving van het gebied. Volgens districtscommissaris Olivia Domini heeft zij vanuit het ministerie van Sociale Zaken de COVID-voedingspakketten gehad om te distribueren. De burgermoeder geeft verder aan dat de sociaal behoeftigen zich mochten registreren voor een pakket. Volgens de DC gaat het in Marowijnen voor wat de distributie betreft anders aan toe dan in Paramaribo. Het is eigenlijk een pakket om zorgen voor vervoer. En die mensen moeten die pakketten aan huis geleverd krijgen. Op die manier doen we het. Ja, en het zou een te grote drukte hier zijn om iedereen hier naartoe te krijgen. Het zou geen doen zijn. Dus we hebben voorgenomen om die pakketten aan huis te brengen, te leveren voor die mensen. En volgens die voorlichting is dat ook de juiste werkwijze van hoe die pakketten verstrekt moeten worden. De burgermoeder zegt verder niet precies te weten hoeveel sociaal behoeftigen zich hebben geregistreerd. Feit is, we hebben de pakketten gehad om het wat makkelijker voor de Marowijnen gemeenschap te maken, zegt de DC. Dat is vanaf afgelopen zaterdag zijn we daarmee begonnen met het verstrekken van die pakketten. Wij gaan ervan uit, kijk, die pakketten zijn aangekomen en we hebben een zaal hier waarin die pakketten worden opgeslagen. En je kan niet wachten totdat je het aantal wat we moeten krijgen aankomt voordat we beginnen met het verstrekken van die pakketten. Dus die pakketten moeten weg. Vandaar dat we ook gelijk zijn begonnen met de registratie, zodat wanneer die pakketten zijn aangekomen, dat ze direct verstrekt kunnen worden. Dus we zijn reeds begonnen met het verstrekken. In deze pakketten heb je rijst, je hebt bloem, je hebt suiker, je hebt uien, knoflook, olie. Ja, dan moet ik die lijst erbij halen hoor, om al die dingen uit het hoofd op te noemen, lukt even niet. Ja, dus het zijn de basisgoederen die voorkomen in die pakketten. Olivia Domini, districtscommissaris van Marowijnen Zuidwest. Wij spraken haar vanmorgen naar aanleiding van de distributie van de sociale voedingspakketten in het district Marowijnen.